Mohamed Sanko, als we terugkijken naar de afgelopen 48 uur, ja, wat heb je dan allemaal beleefd? Veel dingen beleefd, gewoon snel papier tekenen, snel naar Nederland rijden, goals, alles gewoon. Ja, wat een dag. Even terug naar gistermiddag, jouw eerste training hier met de groep. Ja, hoe heb je dat beleefd? Ja, het was super. De boys. De boys met voetbal. Ik zie gewoon echt een voetballende team. Daar was ik super blij van. Ik was super blij gewoon na de training. Ik zag gewoon de boys willen voetballen, trainers. Trainers en spits geweest. Dus dat was echt mijn blij gevoel gewoon. Ja, je komt dan in een nieuwe groep met allemaal nieuwe jongens. Vind je dan snel je weg? Ja, dat vind ik, want voetbal is eigenlijk een taal. Gewoon iedereen begrijpt iedereen op de veld. Dus dat vind je weg snel. Maar de namen moet ik nog leren en zo, maar dat komt nog goed. Ja. Precies. Maar dan heb je vandaag de wedstrijd. Begin je op de bank. Jouw eerste indruk met het stadion, hoe was dat? Het was super leuk. De fans, ook na 1-0 achter, de fans stonden achter ons. Ze bleven zingen, Maar want ze hadden het gevoel zo van deze wedstrijd hebben we het nog steeds onder controle. Dus ja, dat was super. De fans stonden achter ons goed. Ja, de eerste helft zat je op de bank. Wat voor eerste helft heb jij gezien? Ik zag een voetballende team. Gewoon, we waren een beter team. Sinds de eerste helft zagen we ook. Toen, dat zie je gewoon zo van, was geen probleem aan de hand. Het is geen probleem. Dus dat ging gewoon super goed, vond ik. Ja, de tweede helft maken jullie de 1-1. Daarna drukten jullie door en maakten jullie de 2-1. Ja. Had je toen het idee van, hij is nu al in de pocket? Ja, ik had het idee zo van, hij was in de pocket. Zo van, nu ze weten niet meer, met de rode kaart erbij. Toen wist ik gewoon zo van, ja, nu is gewoon zo snel mogelijk deze wedstrijd ook doden. Gewoon 3-1, 4-1 misschien. Ja, in de tweede helft kom jij in het veld. Het publiek scandeerde gelijk jouw naam. Ja. Is dat mooi? Ja, was super mooi gevoel gewoon. Ik was ook super blij. Ja, en dan komt op een gegeven moment komt die steekpaas. Ja, vertel. Er kwam een steekpas en geen 1-op-1, maar ik had zoveel mogelijkheden om te kiezen gewoon. Want dat is het moeilijkste als een spits, als je zoveel keuzes hebt. Maar ik zag hem zo snel mogelijk zijn goal komen, dat ik wist dat ik moet gewoon overheen of daaromheen. Maar ik denk zo snel mogelijk de bal in de goal te doen, dus ik ging het gewoon overheen doen. Ja, is er dan toch dat spitse inzicht? Ja, dat wel. Ja, en dan scoor je en loop je naar die fans? Ja, ik was super blij, want ik wil eigenlijk mijn eigen celebration doen. Maar het ging zo druk in mijn hoofd, gewoon dat ik zocht de fans voor mij, ging gewoon erin springen. Gewoon. Ja, ja, want hoe heb je gejuicht? Ja, ik ging gewoon met de fans allemaal bieren over mij heen en zo. Was wel lekker. Ja, dat is toch een prachtig debuut zo. Ja. En ik begrijp, tenminste ik hoorde net, dat het ook voor jouw familie een bijzondere dag is. Ja, zeker een bijzondere dag. Want mijn broer, die speelt in de regionale liga. Die heeft vandaag gescoord. En mijn broertje speelt bij FC Skills in Den Haag. Die heeft ook gescoord. En ik heb ook gescoord. Gewoon. Want alle drie aanvallers, ook alle drie hebben vandaag gescoord. Gewoon. Ja, ik zag je na afloop nog even naar jouw familie en vrienden. Volgens mij waren het toelopen. Familie en neef, ja. 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 Hoe reageerden zij? Ze waren super blij. Gewoon. Super blij. Mijn ma kreeg veel kusjes van mijn ma. Nog steeds een kleine jongetje. Dus ja. Ja, kunnen we nu echt spreken van een droomdebuut? Ja, zeker. 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 En nu even rustig de tijd om alles te verwerken. Ja, nu gewoon rustig een dagje vrij gewoon. Top, geniet ervan. Dank u wel.